What up? It's your boy Excellent. Dit zijn mijn Punch-Out Battles Next Gen met die freestyle battle back to basic shit. En het is Liddy. De crowd is active zoals je kan horen. Yes sir. Deskundige jury ook in de building. What's good? Jason, Essen, Adreri, Tim. Kimo, Nieuwmark, Waterloo, Pleinbuurt. Let's go. Tim. Yes sir. We zijn beland bij de laatste battle van de eerste ronde. Hierna krijgen we de halve finales. De eerste die op het podium komt is Ramsey. What's good, Ramsey? En Ramsey die gaat tegen. Is Ramsey er wel? Tegen Henk. Dus Ramsey en Henk to the stage, man. Henkie en Ramsey, let's go, man. Henkie en Ramsey. Wacht even op Ramsey. Dames en heren, okay, Ramsey. Jongens, pak een mic allebei. Tegen wie moet ik uit? Hij staat voor je neus, man. Oké, okay, jongens. Jullie kennen de regels. Jullie krijgen allebei 1 minuut, 2 rondes. Dus na die 2 rondes die duidelijk komt er een overtime. May the best man win, man. Kop of munt? Kop. Kop en het is... niks, want hij staat op de helft. Wacht. Kop. Zeg het maar. We krijgen de eerste ronde op Henk, nadat jullie een beetje lawaai maken voor deze twee, man. Let's go! Woe! Oh, ze denken Tata gelijk Eminem, maar oké. Okay. Komt ie. Is Dr. Dre Eminem. Let's go! Ja, ik moet gaan rappen tegen Ramsey. Hij was een beetje laat, hij had pech met zijn Bentley. Mijn dikke auto, ik heb een dikke autotune. Ik ga je dissen, ja ik weet dat ik rauw ga doen. Ik kan je fucken en ik heb die dikke flow. Ik ben aan het rappen en ik geef een dikke show. Ja, ik kan je happen, ik kan best wel rappen. Mijn flow is best wel aan, maar ik moet niet te veel denken. Dan kan je goed, te veel denken dat doet pijn. Daarom ben je vast ook een beetje klein. Want hoe meer je moest groeien, je hoofd moest gaan groeien. Dan moest je meer denken en dan ging het bloeien. Dan ging je dood, een kankerhoofd. Dat heb jij, daarom weet ik met die kankerflow. Die ik hier zetten kan en kan ik dikke zinnen hier gaan winnen. Ik hoor twee barkie, dus Tata die gaat winnen. L.A. het was het helemaal aan. Ik ben aan het rappen en ik blijf wel even staan. De beat blijft aan, dus ik moet nog even door. Ik wil nu gaan winnen, ja, heb je het door? Ik heb het ene oor en het gaat het andere uit. Als jij tegen mij denkt te kunnen rappen, ja, ik kom er vooruit. Ik ben niet bang, ik ben iets langer. Daarom weet ik, ik kom hier gaan rappen. Uit, eerste ronde Ramsey. DJ, doe de beat ietsje zachter, man. Klein beetje zachter die beat, klein beetje zachter. Yes sir! Yo, yo, yo! Let's go! Oké, okay, let's go man. Let's go! Hey. Hey yo Henk! Hey yo Henk! Ben je fucking gay? Deze beat is van Eminem! Nee, hij is van Dr. Dre. Waarom doe je hier aan mee? Boy, je kan niet spitten. Ik ook niet, maar toch kom ik Henk hier even easy rippen. Het is simpel. Maar geen mobile provider, als jij naar een bitch belt, dan blijf ze niet slijmen. Want jij bent best gay. Ik weet het is zo. En als ik kom vermenigvuldig ik als ditto. Ik heb die sick flows, Henk is een faggot. Ik smack hem en daarna kan ik hem dus buryen. Ik begraaf hem. Dit is geen bodybag, je bent een corny fag. Ik heb die domme swag, maar toch kom ik je motherfucking rippen. Daar staat Mortalis, dat is de Twitternaam van Mitch en Flikker. Ik weet niet waarom je dat op je shirt draagt. Maar MC die is aan en de beat die moet blijven gaan. Want ik heb nog één ding tegen Henk te zeggen. Hoofd, schouders, knieën, teen, ik kom hier je smacken, faggot. Wat de fuck kom jij hier doen? Je bent lang, maar je bent zogenaamd een tatagoen. Mattie, dat is niet waar. Ik schiet graag, maar ik heb niet eens een gun. Dus gun me die plek, geef mij die twee bakkie. Want jij bent niet helemaal bakkie. Fuck die man, fuck it. Hey, deel op. Hey boys, tweede ronde mogen jullie allebei wat beter, vind ik, man. Vinden jullie niet? I try. Tweede ronde, man. Oh, come on, man. Turn up, man. Twee bakkie, vriend. Twee barkie vriend, turn up nigga. Let's go. DJ, tweede ronde, let's go. Turn up boys, come on man. Come on. Je wou Eminem, je krijgt Eminem, let's go. Let's go. Oké. Okay. Ja. Yeah. Hey, dankjewel man, dank je. Even serieus. Je noemt me gay, dat vind ik wel oké. Okay. Kom ik naar je toe en ik bitch slap je net als een gay. En het feest gaat beginnen, want ik kom hier aan. Jij komt hier gewoon even rustig naar me staan. En je doet alsof het niet boeit, maar ik weet dat er binnenkomt. Jij, ja, je komt hier wel slim, maar ik weet je bent dom. Je bent niet beter dan mij, ik ben als een vis.
kom ik binnen, ja ik weet dat ik je dis als het gladde water. Ik ga dieper dan de zee. Jij kan nu niet lachen, want het ziet je echt niet mee. En je staat er zo bij, gozer, wat's gebeurd? Heb je net iets te veel gerookt, ben je afgepleurd? Van die trap daarboven hebben die candy girls je net afgebroken. Ben je helemaal zenuwachtig afgelopen? Maar vandaag kom je hier, het is afgelopen. Gozer, niet bij de hand doen, want ik kom terug, ik ben nu iets te vlug. Mensen denken, Henk kan die freestylen? Ja, duh. Wat denk je, ik ben een rapper. Ik heb een heleboel dingen over jou te zeggen. Maar ik heb maar een minuut, minuut is veel te kort. Kom je hier stoer doen, ja, grijp ik je bij je strot. Want je bent te kort, dus dan kan je me niet slaan. Ga ik je uitlachen en dan geef ik je een baan als een schoonmaker. Poets mijn schoenen en daarna ga ik even lekker neuken met je moeder. It's on you, MC. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Laatste ronde, boys. Let's go. Let's go. It's on you. DJ, hit it. Let's go. Yo, yo. Hey. Yo, let's go. Ah, dit is detox. Ik kick niet eens af. Maar een freestyle, maar MC, je kick je zo eraf. Broer, ben je schat? Je stond net bijna te huilen met je rode ogen tegenover mij. Het was niet te geloven. En dan zeg je tegen mij, ik ben bang, man. Kijk hoe je staat net als mij, man. Dus ik rebattle dat terug op jou. Fuck jou en fuck je veel te dikke vrouw. En fuck je veel te dikke man. Je wil niet weten wat ik deed, maar je weet dat ik wel in de kwam. Dus ik ben je vader, Henk. Of nee, ik heb je pa gesmekt. Je bent een motherfucking rare gek. Die freestyle dingen zijn niet voor mij weggelegd. Maar als ik tegen jou freestyle, dan word je hier dus weggelegd. Ik ben echt de gek. Een niveau hoger, Ramsey die is doper. Kijk naar de ranking, ik sta boven. Geloof me. Je bent geen rapper, maar ik ook niet, dus ik kom je toch wel slopen. Fuck it, je bent een motherfucking Mongool. Wat ruikt er op Mongool? Mongool, je bent een Mongool, ik weet het, een faggot. Ik smack je en ik heb niet echt meer iets te zeggen. Maar fuck it, als ik kom doe ik bang bang. En je maakt het best wel warm als die motherfucking lamp. En de beat gaat nog even door, ik voel me best wel gestoord. Maar fuck it, jij bent best wel gestoord. Ik heb je best wel vermoord. And that's it. Alright, jury. Het is op jullie, man. Jongens, geef je mic aan de jury, man. Het is op jullie, man, jury. Was good. Ja, ik vind het moeilijk om een winnaar aan te wijzen op basis hiervan. Jullie freestylen, het vloeit wel, maar ik wil nog meer haat zien, maar meer punchlines, meer vuur. Dus ik ga voor OT, man. Sorry. We hebben één OT, mensen. Ik geef hem aan Henk SOQZ. 1 OT, 1 voor Henk. Ik hoorde van beide kanten vreemde bars. Dus, vreemde bars. Ja, eentje zei van, je vindt me gay. Dat vind ik oké, okay, maar ik ben slappy als een gay. Eentje zei, Mogol, Mogol. Ik ben OT, man. We hebben 2 keer OT, mensen. Het wordt nog een fucking ronde, man. Get the mics. Hey, publiek, geef ze een beetje energie, man. Geef ze een beetje energie. Let's go. Het gaat om die laatste plek in de halve finale, man, boys. Laatste plek in de halve finale. Wie van jullie wilt het meer? DJ, let's go, man. Let's hit it. Yeah. Nu moet ik agressief komen op deze lieve beat. Jij wil gaan komen, zeg je, nee, liever niet. Je bent gewoon een grap, dus beter ga je skippen. Ik trap je van een podium, ja, je bent gewoon een flikker. Noem je mij de flikker, maar jij bent hier laat. Ik heb gewoon heel veel fucking grote haat aan jou. Het is te makkelijk, maar dit is niet vriendschappelijk. Ik kan jou pakken, daarom weet ik, je bent achterlijk. Om hier te komen, wat denk je nou te kunnen? Jij bent wel aardig, maar ik ga je het niet gunnen. Ik moet dit winnen, ik kom niet met die gunbars. Want ik ben zo niet en ik weet, ik ben echt verward. Ik ben niet barkie, maar 2 barkie klonk wel lekker. Daarom kom ik hier en ik trek niet uit de stekker. Ik kom naar binnen, net als gewoon een taser. Ik ga je ermee steken en ik neem gewoon je leven. Ja, fucking grap. Ik kan het best wel rappen. En jij kan beter even helemaal niks meer zeggen. Ga gewoon weg, man, ik heb hier echt geen zin in. Ik wil die volgende ronde winnen, daarom dat ik spin. Maar bijna klaar, er is nog... Sorry, man, ik dacht dat hij stiller werd. It's all good times. Ramsey, laatste ronde, let's fucking go, man. Let's go. Yeah. De laatste ronde, laat me even kijken wat ik zie. Je wordt gekild op de vlog van QC, boeien doet niet.
Als jij komt is het even Gucci. Ik zeg het niet van Gucci, het is de fucking Ramsey. En Henk is een faggot, dus ik zet hem in detentie. Ik zet hem vast achter mijn bas, je bent niks. Ik kom hier zo lyrical als Kendrick. Je bent geen man, bitch, je wordt gebitchlapt. Je gaat dik gek, net als een Big Mac. Je weet dat ik heb wat jij niet hebt. Ik gooi jou in een bodypack, je bent een corny pack. Maar dat heb ik al gezegd, maar fuck Henk, wat is dat voor naam? Volgens mij hoor jij vooraan te staan bij de zorgboerderij van Mitch. Je bent een autist, jij bent niks en ik heb je al gedist, dus fuck it. Laat me denken, laat me kijken wat ik zie. Jij bent zo swagged out als het shirt van Tim hier. Je bent een faggot, dat heb ik al gezegd. Maar broer, je bent een faggot, dat heb ik al gezegd. En het blijft duidelijk, ik blijf het herhalen. Als jij spreekt, lijkt het alsof je Engels spreekt. Louis van Galen, je bent een rare. Motherfucker, die 200 euro kom ik hier even halen. Over de rug van Henk. Boy, was je een bitch, had ik je hier gespankt. Damn. Yeah. Jury, geef je mic voor de jury, boys. Ja, dat was nog steeds niet helemaal waar ik naar op zoek was, maar ik kan toch een winnaar aanwijzen en dat is Ramsey. Hij was iets consistenter in de laatste ronde, je stammelde een beetje op het einde, dat is jammer. Maar ik zou wel zeggen, Ramsey, in de volgende ronde zou ik meer punchlines eruit halen, man. Meer fire. Yes, sir. We hebben één stem voor Ramsey, man. What's good? Jason. Ik ga voor Henk. Oké dan, één stem voor Henk. OT, OT. Er is geen OT meer, man. OT. Je moet niet kiezen, man. Ik was Drake aan het koten, man. Laat me. Ik ga voor Henk. Want ik vond over het algemeen op 3 rondes vond ik Henk iets beter. Right. Laat je horen voor Henk. Henk gaat door, man. Geef het op voor Ramsey. Yes, sir. Mensen thuis, ga naar punchoutbattles.nl. Rechtsboven, meer info. Rechts beneden. Abonneer op Punchout Battles. En zwaar, jongens, man. Bang, bang.